Sterrenbeeld Vissen. Vissen, van harte welkom op het kanaal van Mireille Online. Mireille hier. Hey, leuk dat je komt kijken voor jouw uitgebreide legging voor de maand oktober 2020. En je hoort het goed, uitgebreid. Wat gaan we doen? Ik ga een hele andere legging doen als dat jij van mij gewend bent. Dat is de krantentableau. Mensen die bij mij wel eens in de praktijk zijn geweest of mij telefonisch hebben benaderd. Kennen deze legging al, ook trouwens met een kwartaallegging of een jaarlegging maak ik altijd gebruik van deze methode. Ik had in de nieuwe maanreading al een beetje aangekondigd, joh, ik ga liefde en algemeen om en om doen, omdat het best wel een hele klus was. En ik dacht, dat moet ik anders gaan doen. En toen kwam ik op het idee, ik ga gewoon doen wat ik eigenlijk normaal altijd doe. En dat is de grand tableau, dus dat gaan we lekker doen. En je ziet vanzelf al wat er gebeurt. We gaan kijken naar werk, naar geld, naar liefde, algemeen. Eigenlijk alles wat ik naar voren zie komen. En uiteraard ook de liefde. De liefde komt wat later in de video naar voren. Voor de mensen die echt alleen voor liefde komen. Maar misschien kan het geen kwaad om eens een keer de hele video te bekijken. Je weet maar nooit wat er voor jou allemaal in het vat zit. Ja, we gaan beginnen. En voordat ik begin, allereerst iedereen heel erg bedankt voor al die leuke, openhartige reacties. Ik vind het echt zo onwijs leuk dat jullie dat allemaal weer terugkoppelen aan mij. De openhartigheid. Dank jullie wel daarvoor. En natuurlijk alle nieuwe abonnees, van harte welkom. Leuk dat jullie er ook bij zijn. En ben jij nou nog geen abonnee? Hieronder ergens zit zo'n knopje, daar staat abonneren, daar kan je aanklikken. Dan krijg jij automatisch in jouw YouTube-scherm meldingen als er nieuwe video's beschikbaar zijn. Zet je gelijk even de melding aan, dat kan ook. Dan krijg je ook nog eens echt een melding op je scherm dat er nieuwe video's zijn. Dus dat is sowieso leuk. En nog een hele andere goede reden is dat ik voor alle abonnees heb ik regelmatig hele leuke cadeautjes. Deze maand geef ik vanuit puurmedium.nl, dat is mijn andere website, 3 keer een belconsult cadeau van 20 minuten. Dan maak ik, mocht jij een winnaar zijn, een creditaccount voor je aan, gratis. En dan zet ik daar een tegoed op, zodat jij 20 minuten lang gratis naar een medium, paragnost of kaartlegger van je eigen keuze kunt bellen. Dan moet je natuurlijk wel even kijken of de consulente jij wil spreken ook aanwezig is. Daarnaast is het sowieso echt de moeite om eens even een kijkje te nemen op Puur Medium. Dat is een heel uitgebreid platform met heel veel informatie. Je vindt er informatie over kaartleggingen, over kaarten zelf, maar ook over tweelingzielen, kundalini-energie, soulmates, karma, nieuwe tijdskinderen, HSP, hè, hoogsensitiviteit. Nou ja, noem het maar op, er is echt van alles te vinden. Dus dat is sowieso zeker de moeite waard. En ik laat je nog even dit magazine zien. Ik kom vaker natuurlijk met magazines even in beeld. Ik vind het ook altijd leuk om samen te werken met allerlei leuke bedrijven. Dit is het Bloem magazine. Ik heb al eerder een Bloem proefabonnement cadeau mogen doen aan een van jullie. De winnaar wordt daar nog van bekendgemaakt. En ook deze maand maken jullie kans op een proefabonnement van het Bloem magazine. Is een spiritueel magazine, lifestyle, mindset, hè? Dat is meer de richting van Bloem. Heel veel over astrologie, de maan, hier ook weer tweelingzielen, spirituele verbindingen, de beste versie van jezelf worden, je eigen spirituele gaven ontdekken, hier ook oorlog om het coronavirus. Want er zitten ook echt wel journalistieke artikelen in, dus dat is echt wel leuk om om te kijken. Dus neem het met je mee. Zorg dat je abonnee bent. Laat dan even in een van de 12 sterrenbeeld video's een reactie achter waar jij graag kans op wil maken. En 4 keer kans dus op iets. En al reageer je 12 keer, dat moet je natuurlijk zelf weten. Maar we gaan het wel zien. En wie weet ben jij deze keer wel de winnaar. Je ziet mij al driftig schudden. Die heb ik natuurlijk van tevoren allemaal geschud en geshift en gedaan. En ik schud ze nu nog eventjes voor de energie zelf. En wat mag ik doorkrijgen? Wat mogen wij weten voor het sterrenbeeld Vissen voor de maand oktober 2020? Oké. Camera staat ook zo als ik zelf nu naar de tafel kijk, zeg maar naar de kaarten. Ik dacht dat is voor jullie ook wel leuk om te zien.
En het werkt alleen een beetje gek, want ik moet heel ver om een statief heen werken. Dus het ziet er misschien een beetje gek uit hoe ik mijn handen doe en zo. Maar ja, het gaat uiteindelijk dat die kaarten allemaal komen waar ze moeten komen. Ja, bloemetjes. Nou, die kan er wel blijven liggen. Het zijn de laatste geraniumbloemen en die staan nog zo vrolijk in de herfsttuin bij mij. Ik dacht, nou, die plukken we nog even. En het zijn de laatste. Oké. En zoals jullie weten, ik ben natuurlijk echt een bloemenmens. Ik ben eigenlijk ook van origine opgeleid als bloemsierkunstenaar. En dat is altijd een van mijn grote passies geweest en gebleven. Net als dit. Ik vind het allebei enorm leuk. Oké. Nou. Zo. Ik heb vroeger ook een bloemenwinkel gehad. Hè? Bloemenatelier Fleurij. Ja, dat was mijn eerste droom die op mijn 19e al uitkwam. Hoe leuk is dat? Omdat ik het gewoon heel graag wilde. En als je echt iets graag wil, dan moet het lukken. Nou, daar gaan we. Waar gaat het om? Je zit ergens in vast. Liefde zie ik hier liggen. Dat speelt een grote rol. Er is strijd en passie aan de gang. En iets wat jou heel veel energie kost. Maar er gaat weer balans in komen. Dus dat zijn alvast even de zaken die mij direct opvallen. Even zo. Maagden willen altijd allemaal van die gekke dingen. Hè? Die moeten dan alles weer recht. En ja, ik zal maar niet zeggen hoe mijn zoon mij noemt. Maar dat geeft niet. Voor mijn gevoel ligt het nu aardig in de lijntjes. Hoe werkt dit? Dit is de hele legging voor oktober. Dit is een beetje september, zo richting begin oktober, eerste fase oktober. Tweede, derde week ongeveer. Vierde week, beetje november. Dus dat loopt een beetje door. Je kan niet een kalender erop leggen, hè, van oh, dit is 1 oktober en dan stopt het. Dat kan natuurlijk niet, dat loopt door in een proces. Een kwartaalreading werkt ook zo. Dan is dit oktober, november, december en er komt nog tarot bij en zo. Maar dat gaan jullie zo allemaal zien. Het eerste wat mij opviel is dat je vastloopt. En we hebben natuurlijk mannelijke vissen die kijken en vrouwelijke vissen die kijken. Dus de heer ben jij, mannelijke vis. En dat is de dame. Excuses, de post belde, of de deurbel ging weer. In de vorige video kwam de post en nu kwam de buren het pakje halen. Wat vreselijk. Maar ja, ik vind dat ook, kunnen die mensen niks aan doen. Ben jij een mannelijke vis? Ben jij dat? Ben jij een vrouwelijke vis? Ben jij dat? Dat betekent dat je dat even als vrouw zijnde wat meer in de gaten mag houden. En als man zijnde kijk je iets meer deze kant. Betekent niet dat de dingen van de man niet voor jou gelden, vrouw, hè, dame. Of andersom. En in de liefde leg ik dat straks ook even uit. Nou, ik begon al dat je een beetje vast zit op een bepaalde manier. Er is iets verankerd, maar ergens zit je ook in vast. Het knaagt aan je. Zelfs als het kunnen dat je financieel een klein beetje het gevoel hebt vast te lopen. Toch zie ik dat het opgelost gaat worden voor je. Misschien heb jij ook wel. Ja, kijk, want wat ik zie. Ik zie je huiselijke geluk liggen, maar er liggen ook de muizen bij. Dus er knaagt iets heel erg aan je. En het lijkt wel of je er zelfs een raadgever bij hebt moeten halen. Dus dat betekent een advocaat of een jurist of een adviseur. Om zaken opgelost te krijgen. Ik zie ook wel gesprekken en dan zie ik ook vernieuwing. En dan zie ik een oplossing voor je liggen. Daar begin je eind september, begin oktober een beetje mee. En natuurlijk kan dat voor iedereen net een beetje anders zijn. Het kan ook niet 100% resoneren, hè, vissen. Dus mocht je het nou niet herkennen, hè, wat ik vertel, laat het dan los. Kijk of over een week of over 2 weken nog eens even. Maar check anders eens even je maanteken, je ascendanteken. En als je nou weer denkt, waar heb je het nou weer over? Nou, als je gewoon eventjes op zoek gaat naar je geboortehoroscoop, dat kan bijvoorbeeld bij bloem.be, dat is allemaal gratis. Dan voer je je geboortetijd, geboortedatum en plaats en dergelijke allemaal in. Dan rolt daar eigenlijk een berekening uit en dan kan je zien in welk teken jouw maan staat, in welk teken jouw venus staat, waar jouw ascendant in staat. Je zon, dat is je vissen. Nou, en heb je ook allemaal nog een ascendant, et cetera. Dus dat is ook wel leuk om te weten over jezelf, om meer inzicht te krijgen. Zo, water zit er ook in. Dat speelde een rol. Dan zie ik liefde liggen voor jou. Daar ga ik zo verder op door.
Maar de zon gaat er wel op schijnen. Je hebt even met een blokkade te maken. Met name de mannen, die lopen even vast. Die komen in een soort vertraging te zitten. Maar de zon gaat weer heel snel schijnen. Maar er is wat vijandelijkheid. En de mannelijke vis die heeft waarschijnlijk ook met een ex-partner te maken. Waar wat gedoe om is. Of wat misleiding is. In ieder geval, er is gewoon iets wat niet helemaal lekker of eerlijk verloopt. En het kan ook nog een afrekening, een financiële afrekening zijn, hè, uit het verleden. Dan zie ik ontmoetingen waar de liefde op ligt, waar de zon op schijnt. Dus dat ligt heel mooi. Ik zie ook dat je beslissingen gaat nemen. En dat heeft met werk te maken en iets wat vals is. Werk hoeft natuurlijk niet per se vals te zijn, want dit is je werkhoek in deze legging. Daar ligt je geluk op, maar ook even een stukje vertraging. Oude boeken die je moet gaan sluiten op een relationeel vlak, maar misschien ook wel een arbeidscontract, arbeidsovereenkomst, daar ligt de zeis op. En dan kom jij weer in je chi, in je levensenergie, dan ga je weer stromen. Dat speelt een rol. Even over die slang. Soms geef ik er aandacht aan en soms niet. De slang kan voor heel veel dingen staan. Het is maar net, wat krijg je daarbij door en wat zie je liggen? En dat is gewoon heel veel, ja, dat weet ik gewoon, ik kan er ook niks aan doen. De slang in deze kijkt naar het geluk. Die wil eigenlijk in dat geluk bijten. Iets lijkt op een nieuw begin en daar komt iets tussendoor wat niet eerlijk is. Er ligt een stukje misleiding en dat zou met werk te maken kunnen hebben. Nu ben jij een visser, dus de maan hoort ook wel een beetje bij jou. En versluiering en illusies. Niet dat je nou zo illusionair bent, vis, of alleen maar in je fantasie zit. Maar je kan natuurlijk heel snel in stromingen van anderen meegaan. Let daarop. Laat je niet verleiden of misleiden. Merk je nou dat dat toch gebeurd is? Probeer dan even... Ja, ik had hem even aangestoten. Probeer dan te zorgen dat je je weer losmaakt. Want ja, je gaat daar last van krijgen. Links onderin. Passie, sensualiteit, wordt je aangereikt, geluk ligt daarop, dingen gaan heel erg voor je stromen. Er ligt ook geluk op vriendschap, zie ik hier liggen. Even kijken hoor, je gaat dingen afsluiten. En wat ga je dan afsluiten? Even kijken. Ja, iets afsluiten voor de mannen, je gaat iets afsluiten met een vrouwelijke partij. Dat kan werk zijn, dat kan je buurvrouw zijn, dat kan een ex zijn. Dat zie ik voor de mannelijke lijn liggen. Voor de vrouwelijke lijn ga je ook iets afsluiten. Je mag sowieso vertrouwen hebben in je geluk en in je werklijn. Want dat ligt heel erg goed. Vertrouwen is heel erg belangrijk. Voor beide trouwens, hè? Voor de man en voor de vrouw. Dat moet ik even aan jullie beiden doorgeven. Voor de man ligt het zelfs in dezelfde lijn. Voor de dame... hier ligt iets nieuws voor jou op vriendschappelijk vlak wat uit kan groeien naar meer. Dat is ook fijn om te weten. Vernieuwing en bevrijding voor jouw emotionele veiligheid ligt hier. Dus je gaat met je innerlijke kind in gesprek wat een stuk bevrijding op zal gaan leveren. Een nieuw begin ligt daar ook. Ja, er ligt ruzie. En dan zit je een beetje midden in oktober en die ruzie... is niet van hele lange duur, maar wel noodzakelijk om een nieuw begin te creëren. En het is ook gekibbel over geld. Dus dat is misschien niet leuk, maar het ligt er wel. Verder zie ik hier dat je eigenlijk iets af gaat sluiten. Er komt een nieuw commitment, maar je gaat ook iets afsluiten. Keuzes maken. En dan kan jij weer gewoon bevrijd verder gaan. Hier liggen vooral even wat blokkades en hiaten, maar er is geen mens op aarde die ooit een perfect leven heeft geleefd. Dat kan niet. Je kan niet zonder problemen, zonder obstakels. Dus het gaat erom dat jij die obstakels weet te handelen. En dan ben je daar. Als je dat gewoon goed weet te doen, dan ben je al een heel eind en vertrouw jezelf en weet dat uiteindelijk altijd alles goed komt. Hè, jouw gedachte is de helft van de creatie waar je in zit. Dus hoe ga je ermee om? En hoeveel vertrouwen heb jij in je eigen kunnen? Oké, we gaan eens doorkijken op liefde. Daar gaan we. Ik ben benieuwd. Ze zijn uiteraard voorgeschud, dus ik ga ze niet 20.000 keer schudden. En wat heb ik hier voor jou? Blijf optimistisch over je liefdesleven. Positief denken en vertrouwen zullen je in romantische liefde brengen. Nou, dat is een hele mooie kaart. Zo. Leggen we die daar neer.
Dan heb ik voor jou, maak jezelf vrij. Ik moet even de kaart hier een beetje opschuiven. Die een beetje zo. Die een beetje zo. Nu komt het weer goed van pas. Dat ik ze, zo hoor je ze niet te leggen. Je hoort ze allemaal naast elkaar te leggen. Ik heb vroeger een tafel gehad met planken en die waren ongelijk. Dus als ik dan die kaarten bij elkaar wilde schuiven, dan ging dat niet. Dan moest ik ze één voor één oppakken. Dat vond ik natuurlijk niet handig. En de maagd is praktisch, dus ik ben ze zo neer gaan leggen. Dan heb je ze altijd heel snel bij elkaar. Oké, maar dan moet je wel weten wat het is, hè? Dan moet je alles uit je hoofd weten, welke elementen, et cetera, want dat kan je dan niet zien. En ik heb hier ware liefde. Maak jezelf vrij. Het is tijd om de regie van je leven weer in eigen hand te nemen. Ik leg hem al neer terwijl ik hem helemaal niet laat zien aan jullie. Dus dat is heel erg belangrijk, die kooi uit. Nou, wat gaf ik hier al aan? Vrijheid voor dat innerlijke kind. Voor die, om weer die verbinding met jezelf te hebben. En dan krijg je de romantiek in je leven. En dat zie ik daar ook liggen. De zon ligt erop. Het komt even in een stukje blokkade. En daar moet je jezelf van bevrijden. Man of vrouw, dat maakt in deze even niet helemaal uit. Omdat het, ik kijk naar alle lijnen. Er is achterste voren, binnenste buiten lees ik die kaarten. Dat in ieder geval. Ik ga de tarot er even bij pakken. Want dan kan ik en in liefde en in het algemeen even wat verduidelijking nog extra pakken. Dit is trouwens de Grand Tableau. Ik heb, sommigen weten dat ook wel. Ik geef les in kaartleggen ook. In sowieso de Lenneman tarot komt er ook nog wel aan. Maar ik wil geen 20 dingen tegelijk. Vind je het nou leuk? 18 oktober start ik met een nieuw level 1. Een hele nieuwe groep. Om de Lenneman te leren. Dan ga je niet gelijk met deze kaarten werken. Je moet echt eerst met de basiskaarten gaan leren werken. En als de basis goed is, kan je altijd later naar deze. Maar uiteindelijk, eind van de les, ben jij toe aan deze reading. Dan kun je deze legging ook maken. Dus dat is wel heel leuk om te weten. Voor de gevorderde heb ik een level 2. Dan kun je eventueel ook met die kaarten instappen. Kan ik ook voor je regelen trouwens. Die heb ik op voorraad. En dan gaan we echt de verdieping in. Dus dan moet je wel al ervaring hebben met het leggen van kaarten. Of je zat natuurlijk al bij mij in level 1, dat kan. Maar dan kan je gewoon doorstromen naar de gevorderde. Alle informatie onderaan deze video in de beschrijving. En check even de website en zo. Daar staat alles uitgelegd. Oké, ik wil verdieping en verduidelijking vanuit de tarot. Er zijn ook weer nieuwe kaarten. Ik kan het toch niet laten, joh. Oké, daar gaan we. Wat? Die valt er al uit. Dat zijn er precies genoeg. Even kijken. Deze viel er als eerste uit. De zon. Oké, de zon is eigenlijk ons bestaan. De zandloper van het leven, het vuur en alle informatie. Dit is eigenlijk waar wij alles om draait. We draaien allemaal om de zon heen. Alle planeten draaien ook om de zon. Het gaat over bezieling en het gaat over een soul mee. Dus ware liefde. Wat straal jij uit naar buiten? Dus maak jezelf dus ook vrij. Ga je veilig voelen. Geboorte kan dit ook voorstaan. En in andere tarotkaarten zie je eigenlijk ook altijd die muur. En dan heb je voor de muur en achter de muur. En dan zie je normaal het naakte kind. De puurheid en de geboorte. Dit is de goddelijke kant. Maak jezelf vrij. Vertrouw op het proces van het leven. Hier ligt ook de zon op je liefde. Dus je hebt zielsliefde. En de zon laat altijd zien dat er hele mooie dingen staan te gebeuren. De zon is altijd een zegening. Kijk ik hier naar je geluk, ligt er geluk op geld. Hier gaf ik al aan, hier ligt passie en sensualiteit waar geluk op ligt. Het wordt je aangereikt. Vertrouwen is heel erg belangrijk. Dus soms heb je dit nodig om dingen op te ruimen, af te sluiten. Dus sluit die dingen ook af. Dan heb ik voor jou, nu moet ik ze wel in deze volgorde pakken. 10, munten, zwaarde 10 en een hele mooie kaart. Je ziet dat deze persoon klaar is om verder te gaan. Al die zwaarden die je in je rug hebt gevoeld, maar hier al in de paraplubak staan. Je koffer is klaar, je gaat verder. Je bent klaar, je hebt het afgerond, het is afgelopen, je mag weer verder. Je voelt je ook geen slachtoffer meer, maar je hebt je hier vooral bevrijd. Hier wordt ook gezegd op het gebied van liefde, maak jezelf vrij. Ik heb het gevoel dat er nog wat draden in jouw brein hingen. Was ik dan niet goed genoeg? Wat heb ik niet goed gedaan? Uit het verleden. Dat kan met je jeugd zijn, maar dat kan ook met oude geliefden zijn, wat gewoon niet helemaal tof was. Waar je nog wat last van kon hebben, maar daar heb je jezelf van losgemaakt.
De mannen zitten wat meer in hun blokkade. De dames hebben de zaak meer onder controle. Dat zie ik ook. Ik ga zo verder met het tarot. Even nog kijken naar de sterrenbeelden die om je heen liggen. Voor de dames ligt er sowieso een vuurteken. En een aardeteken in de buurt. En ook nog eens... en dan zeg ik... Vanuit het verleden knaagt er nog iets vanuit een waterteken aan je. Ik heb het gevoel dat jij met een aardeteken iets op wil gaan bouwen. En dat is een aardeteken of een vuurteken. Zo moet ik dat zeggen. Voor de heren. Eens even kijken wat voor dames ik voor jou zie liggen. Onder andere de koningin van staven ligt daar voor jou. Dus dat is ook weer een vuurteken. Je bent gek op vuur, waterman. En daar ligt ook nog eens een waterteken voor jou. Dus voor de heren, jij hebt onder andere met een waterteken of een vuurteken te maken. Oké, ik dacht voordat ik het vergeet, moet ik dat wel even vermelden. Dan heb ik hier bekers 9. Het kan hierna alleen nog maar beter worden. Zowel op relationeel als op het gewone huiselijke front. Maar dat zie je hier ook. Hier knaagt het heel even. Toch mag je het vertrouwen hebben in jouw huiselijke stuk. Dat is goed. Kijk eens even naar die kaart ook. Hè? De wonderlamp. Alles zit in die bekers. Je vindt het wel wat lastig om keuzes te maken. Dit is ook de verbeelding, hè, van de toverlamp en fantasie. En, maar dit gaat er gewoon om dat jij soms geen keuzes hoeft te maken. Hierna wordt het alleen maar beter. Daar mag je op vertrouwen, want alles is er eigenlijk al. Je zit te wachten op die tiende beker. Hè? Maar je ziet dat voortkomen uit... beker 7, daar heb je al die wolken, luchtkastelen. Eigenlijk mag je een wens doen, zegt Aladdin. Dromen komen uit. En daar mag je ook op vertrouwen. Dus het leven is je hier goed gezind. Het lot is je goed gezind. Dat kun je hier ook zien. Hier ligt je geluk op de slangendame voor de heren. Geluk op werk ligt daar. Transformatie, bevrijding. En ja, voor de dame ligt er gewoon, de hele lijn ligt in de liefde. Dus dat ligt ook gewoon heel mooi. Vertrouwen en vrijmaken. Alles wat jou niet meer dient. Het wordt herfst, dus de boom laat ook niet zomaar haar blaadjes los. De levenssappen trekken zich terug. Om te overleven en om te kunnen focussen op het volgende seizoen, moet ze opruimen. En ga daarin mee. Ga ook kijken. Overwinning, victory. Ja, dan hebben we hier de staven 6. Zes staven en de zon van overwinning en de groei wat hier ligt. Je hebt iets overwonnen. Je bent alleen nog aan het zoeken welke richting ga je uit. Kijk ik eens eventjes, waar ligt mijn kaart die ik zoek? Ja, je gaat een nieuwe richting uit. Je vindt het alleen lastig. Dat zie ik ook in de Lenneman liggen en toch mag je vertrouwen als je dit namelijk overwint. Normaal zie je de lauwerenkrans en hier zie je eigenlijk de takken, de lauweren takken. En een kroon op het hoofd. Je bent nog even aan het zoeken welke richting je uit wil. En daar knaagt een beetje aan je. Je piekert wat, maar daar kom je heel snel uit. En dan heb ik voor jou de transformatiekaart. Zo, wat mooi. Ook weer met de tijd, hè? Dus het is tijd om te veranderen. Het is niet de toren zelf trouwens hoor, maar groen is de kleur van heling. Je gaat dingen echt anders bekijken. En het is ook niet de gehangene deze kaart, maar het gaat hier wel om dat je midden in een transformatie terechtkomt. Wat ik hier ook al aangaf vanuit de slang, vanuit de kist, hè, zie je ook iets beëindigen zodat je verder kan. Trouwens even opletten, hè. Op valse berichten. Dat staat even los van de man en de vrouw. Neem dat wel even met je mee. Maar je gaat door die transformatie heen. En dan ga je dingen wel vanuit een ander perspectief bekijken. En dat is echt, nogmaals, het is niet de gehangene. Het is ook niet de kaart van de toren. En, maar die staat echt voor dat heel veel dingen gaan veranderen. Dus maak je daar klaar voor. Ik ga daar nog een verduidelijkingskaart oppakken. En dan heb ik munten 9. Ja, dat is net als de bekers 9. Onverwachte groei. Zowel financieel, maar ook in relationele sfeer. Dingen gaan ineens stroomopwaarts. Heel veel succes. De dame met de valk bij het landhuis. Dus dat gaat ook over die rijkdom. Maar ook
overvloed van het gevoel van het bezit. En bezit kan dan in die zin zijn niet dat een ander persoon jouw bezit is, maar die relatie, dat geeft jou een bepaald gevoel. Dus in dat stuk ga jij ook groeien, of je nu single bent of niet. Haal er even uit wat voor jou van toepassing is. Want het kan goed zijn dat jouw liefdesleven opnieuw opbloeit, hè? Dat je naar een nieuwe fase gaat. Het kan ook zijn dat die partner of die persoon ineens dat samen gaat vloeien. Dus zo mag je dat bekijken voor jezelf. We gaan een liefdesorakelkaart voor je pakken, vissen. Ik ben trouwens enorm benieuwd hoe je deze reading ervaart. Dus laat het me ook zeker even weten in je reactie. En als je toch een reactie plaatst voor die winactie, dan wil je misschien daar ook even bij vertellen hoe je de reading hebt ervaren. Feedback is welkom, want daar kan ik natuurlijk altijd wat mee. Nou, er valt weer wat uit. Die gaan we als eerste pakken. Daar gaan we. Nou, niets meer aan toe te voegen, denk ik, hè? Ik hou van jou. Alsjeblieft. Ik denk op dit moment aan jou. Ik hou van jou. Dit gaat om het denkbeeld. En hou ook van jezelf. Het denkbeeld is ook over jezelf, dus hou van jezelf. En er ligt ook ware liefde, dus dat heb je daarmee ook nog eens bevestigd. Je bent nog niet helemaal van me af, tenzij je me zat bent. Dan klik je me weg. Ik heb hier nog een heel gaaf deck. Dat heb ik van een hele lieve dame uit Schotland gekregen. Dat is in Schotland gekocht. Dat alleen vind ik al heel erg leuk. En ik heb het met heel veel liefde gekregen en natuurlijk ook met liefde ontvangen. Want ik vind dat gewoon heel lief en leuk. En het zijn hele mooie kaarten. Dit is de Druid Animal Deck en die ga ik voor jou trekken. Ik moet er even een kleine kanttekening bij geven. Normaal vertaal ik altijd even mijn kaarten en dan zit dat in mijn systeem. Zodat ik weet van, hè, daar gaat het over. Tuurlijk vertrouw ik op mijn intuïtie met die kaarten. En normaal vind ik het, ja, is tegen mijn principes om boekjes te lezen als ik kaartlegger ben. Maar dat moet nu even, omdat ik er nog niet de ruimte en de tijd voor heb gehad om ze even te vertalen of even allemaal door te nemen. Dus we gaan gewoon een animal kaart voor je pakken. En nou, ik heb hier de wren. Zeg ik dat goed? Ja, oh, wat een mooie vogel. De eitjes aan het leggen, aan het broeden, hè? En maar ook ondertussen aan het omberen. Alle elementen en groei en bloei is er aanwezig. Water in de verte, verscholen, hè, in de schutkleuren. Aan het broeden en dat heeft ook vast en zeker met geduld te maken. Ik ga eens even kijken wat die kaart betekent. Snel. Waar zit je, lief vogeltje? Even koeken loeren. Die vind je nooit zo snel als dat ik wil. Maar goed, moet maar even. Ja, ik heb er hoor. Ik weet ook niet waarom ik het een haar noem. Maar ja, het is voor mijn gevoel een haar. En dit gaat over het goddelijke. Even kijken hoor. Het gaat eigenlijk vanuit de druïde, vanuit, ja, over het een glimp van de goddelijkheid eigenlijk. He, het goddelijke in alle dingen. En dat zie je eigenlijk ook. De eitjes is goddelijk. De vogel, het veertje, de bliksem. En het gaat over waardigheid. En dat je dat herkent. En dat je dat realiseert. Het is ook zo dat er bepaalde leugens boven water kunnen komen. Dat je dat doorziet. Kijk, die vogel kan de overview maken. Die kan tussen de boompjes doorkijken. Die kan zich helemaal onzichtbaar maken. En de vogel reageert op alles heel snel, heel alert. Daar heeft dat ook mee te maken. Dus dat mag ik je meegeven, de alertheid, het goddelijke, dat in alles een goddelijke verhaal zit. In iedere tak, boom, bloem, dier of wezen. Alles is eigenlijk vanuit de schepping. En als je daar met eerbied, humanity, naar kijkt. En daar het goddelijk in kan herkennen, dan zie je dat alles een functie heeft. Amen, zou ik zeggen. Nou, lieve vissen, ik hoop dat ik jou heel blij heb kunnen maken met deze legging. Dat ik je heel veel inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook heel veel inspiratie heb kunnen geven hiermee. Ik wil je natuurlijk heel erg bedanken voor het kijken. Laat me even weten hoe je de reading hebt ervaren.
En ja, waar je eventueel nog kans op wil maken, dat kan je natuurlijk ook even aangeven. Vergeet je niet te abonneren. Als je het wilt delen op social media, helemaal top. Even op dat deeldingetje klikken. En ik wens jou een mooie herfst toe, een mooi begin van de herfst, een mooie oktobermaand. Dank je wel en tot de volgende. Doei doei!